De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft 700 huishoudens wederom aangesloten op haar waterleidingnetwerk. Dit bijzonder moment vond namelijk plaats voor ditmaal in het project Regelieu in het district Kommewijnen. Ik vind het heel fijn. Het is een heel bijzondere dag dat wij als eerste dat de kraan, dat er stromend water uit de kraan hier als eerste komt. Het is een prettig moment voor mij. Vandaag een zeer belangrijk moment voor de bewoners van het project Regelieu. In het jaar 2000 zijn aan sociaal behoeftigen, dat intussen niet meer, aan de samenleving en in het bijzonder van het district Kommewijnen woningen toegewezen. De bewoners van dit project, van Richelieu, hebben heel veel geduld betracht. Dit vanwege het feit dat de watervoorziening in dit gebied nog niet was aangesloten op het waterleidingnet. Het was kostendjagend voor deze burgers om watertanks aan te schaffen en het water welke zij opkochten op te slaan. Mensen, water is belangrijk in het leven en een van de voornaamste en primaire levensbehoeften van de mens. Drinkwatervoorziening is zeer noodzakelijk van elke huishoudens. De regering Bouterse aandien werkt ernaar toe dat drinkwatervoorziening voor elk huishoudens wordt gegarandeerd. De directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij heeft samen met zijn staf en medewerkers als met diverse actoren van dit district heel hard getimmerd aan de weg, zodat ook vandaag dit gebied voorzien kan worden van water. Richelieu is een voorbeeldproject voor het district voor Suriname. De infrastructuur, onder andere de wegen, het wegmeubilair en de verlichting zijn zo goed, aantrekkelijk en professioneel aangelegd. Bijna niet te geloven dat het district Kommewijnen met zo'n project is gezegend. De regering heeft het beloofd en ik heb het ook gezegd, Marienburg. En we zijn nu hier om in principe de kraan open te draaien. Dat is ook al gedaan. Dus we gaan de mensen voorzien van water. En om hoeveel huishoudens gaat het hierbij? We hebben gemikt ongeveer op 700 huishoudens. Die gaan allemaal water van ons krijgen. Wat wordt het volgende project? Of welk gebied wordt hierna voorzien van water? Nou, dat zeg ik al. Zodra de mensen water hebben, zijn ze al in het bestand van de SOM. En daar hoeven ze niets meer te doen. Ze moeten dan gewoon maandelijks, net als de mensen in de stad, moeten ze hun waterrekening voldoen. Oké, en welk gebied van Kommewijnen is nu aan de beurt hierna? Nou, kijk, ik wil niet zeggen, maar we zijn bezig op heel Kommewijnen. De volgende stap zal Soelen zeker zijn. We krijgen al water op Soelen. We moeten hem goed in kaart brengen. Marienburg zitten we redelijk goed. Ellen, dat zijn in principe de probleemgebieden. Maar we hebben het al in kaart gebracht. Het water wordt ook al naar daar verpompt. En op zeer kort termijn gaan we de mensen ook bemeteren. En dan weten we precies wat er gebeurt op het veld. Directeur, wat zou u als directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij als boodschap willen meegeven aan de waterverbruikers? Nou, ze moeten zuinig omgaan met het water. En vooral moeten ze niet met een hydrofoor rechtstreeks zitten op die hoofdbuis. Want als ze dat doen, dan verstoren ze het hele proces. Maar als ze de stappen van ons volgen, dan krijgt iedereen water op Kommewijnen. We zijn begonnen met een groot probleem. Kommewijnen groeit. Door de brug is er meer activiteit hier gekomen. Meer mensen zijn naar hier verhuisd. En dat betekent dat ook het waterbudget omhoog moet. We hebben namelijk een probleem in Kommewijnen. Er zijn niet zoveel ondergrondse waterbronnen ter beschikking. Dus moeten we alternatieve manieren zoeken. We zijn bezig met een groot project. Maar gaandeweg, we hebben beloofd als regering dat gaandeweg de mensen zullen merken de verbeteringen die op komst zijn. We hebben buizenstelsels verbeterd, vergroot, veranderd. En nu het waterbudget een beetje verhoogd. Op wachtende op het groot project, het oppervlaktewaterzuiveringsproject. En gaandeweg zijn er lichtpunten. En dat merken we vandaag hier, dat Richelieu 700 gezinnen hier
dan van water voorzien kunnen worden. Maar we zijn niet klaar, natuurlijk. Er komt een, we zijn nog niet zo ver, maar ook de andere gebieden komen aan de beurt. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er een waterzuiveringsstation er ook zou komen. Ik denk natuurlijk dat u daarmee ook bezig zult zijn. Want Kommerwijnen kampt in principe al heel lang met dit waterprobleem. Hè? Wat voor boodschap zou u willen geven aan de bewoners, met name van Richelieu, die nu van water zijn voorzien? Oké, eigenlijk aan de mensen van Richelieu, die zijn nu eigenlijk onderdeel geworden van de grote familie die al water heeft in Kommerwijnen. Ik wil de mensen vragen om er heel zuinig mee om te gaan. Het water is niet zoals wij hem willen ter beschikking. We doen heel veel moeite om het naar u toe te brengen. En wij vragen van u, als mensen van Kommerwijnen, om er heel zuinig mee om te gaan. Sluit geen hydrofoor rechtstreeks aan op de leidingen. Wacht rustig jouw beurt af tot er verpompt naar je wordt naar jou toe. Je gaat van daaruit jouw tank vullen en het verbruiken. We zorgen ervoor dat je genoeg water krijgt om jouw tank te vullen, om bezig te zijn met jezelf en met je gezin. En dupeer anderen niet en ga er heel zuinig mee om. Dat is mijn boodschap aan Kommerwijners. Dus dat betekent dat ze vanaf dit moment wel een rekening thuis krijgen aangeboden om water te betalen? Nee, uiteraard. Kijk, we doen het samen. De eerste stap is, de regering zorgt ervoor dat je het krijgt. De tweede stap is, je zorgt ervoor dat je er zo efficiënt mee mogelijk gaat. Want de derde stap, voor je verbruik ga je betalen. Dat zijn de drie stappen eigenlijk die nodig zijn om ervoor te zorgen dat wij goed en kwalitatief drinkwater hebben in Kommerwijnen. Ik vind het heel goed. Dus u heeft genoeg water op dit moment in huis? En nu niet. Het moet nog aangesloten worden in dat huis. Maar tot hier is het echt goed. Maar het komt wel. Het moment komt wel dat ze het aansluiten naar binnen. Hoe lang woont u hier al op dit project? Ik woon al 4 jaar hier op Richelieu. Ik ging en ik kwam door mijn werk, moest ik afbouwen op para nog. Maar van 1,5 jaar ben ik echt vast hier. En u had hiervoor helemaal geen water? Nee, we hadden geen water hier. Dus we moesten bellen naar SWM of gaan betalen bij SWM. Daar kwamen ze leveren met de trucks. Maar in de vakantietijd, een droge tijd, klein en groot droge tijd, was het echt een drukte, een druk op de SWM. Waardoor we niet echt op tijd water konden vinden. Dus nu dat het bij de kraan komt, is het echt een opluchting. Heel erg blij. Het heeft wel 3 jaar geduurd, maar we zijn er echt blij mee vandaag. Ja, echt. Daarvoor had u helemaal geen water? Ah, nee, we hadden geen leidingwater, maar wel kopen. Dus we konden elke week dan kopen bij SWM. En hoeveel water kreeg u dan? Het was 2 kub per week. Hoe lang gebruikte u dat? 4 dagen. Ja. En de rest van de dagen moest u extra kopen? Kopen, ja, extra kopen. Ja. En wat kost toen dan, als u dan een hoeveelheid water wilde kopen? Nou, heel in het begin, toen we bij D&D gingen bestellen, D&D toch? Toen was het heel goedkoop, maar nadat SWM heeft overgenomen, betaalden we dan in het begin 90 SRD voor 2 kub. Maar later is men het gaan wijzigen, werd het dan 75 voor 2 kub. En ja, dat was voor op weekbasis. En als je een groot gezin hebt, wordt het nog moeilijker? Ja, sowieso. Voor grote gezinnen, maar de mogelijkheid bestond soms ook wel voor de mensen dat ze konden bellen om door te geven dat ze zonder water zitten en ze werden geholpen. Ja, dat ja. Gratis toen dan geleverd. Werden gratis geleverd. Ik wil aan de regering alvast, aan de regering, SWM en alles, alle medewerkers, alle mensen bedanken dat er zo'n moment dat ze hun best doen als beloof, als hoe ze het hadden beloofd, dat ze hun best doen en de moment is aangebroken dat er werkelijk water is gekomen. Laat ze doorgaan om anderen ook te helpen en andere districten ook die het dringend nodig hebben als hoe ik het dringend nodig had. Laat ze doorgaan met hun werk. Blijf het goede werk doen. Dit is één van ze. Er zullen zeker meerdere volgen. Maar goed, begin.